is echt het moment voor de bewaardheid echt volgende week op mensen. Esther, je bent de maakster van het boek Echt Dinxperlo. Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, eigenlijk was ik een keer met vrienden in een andere stad en daar liepen wij tegen een fototentoonstelling aan. En daar waren allemaal mensen zonder de foto en dan moest je raden welk beroep welke persoon had. En toen dacht ik, oh, dat vond ik wel leuk om te doen. En ik dacht, oh, zoiets kun je toch wel in Dinxperlo een keertje doen. En ja, toen was ik begon ik daar met een fotoboek. Maar later dacht ik, oh, ik kan ook nog interviews erbij doen, bedrijven vragen, verenigingen vragen. Er kwamen steeds meer ideeën bij en ja, zo ben ik tot het boek gekomen uiteindelijk. En hoe ben je Laura op het spoor gekomen? Ik was een beetje aan het googelen op fotografen in Dinxperlo. En toen kwam ik de site van Laura tegen. En die foto's die daarop stonden, die vond ik echt heel mooi. En toen dacht ik, die moet ik hebben. Dus had ik contact gezocht. En ja, we hadden één afspraak en dat klikte eigenlijk wel. En ik vond haar foto's heel mooi. Dus toen, en het was geregeld. Esther die wilde geen geschiedenisboek maken, omdat er al heel veel geschiedenisboeken over Dinxperlo zijn. En echt een boek van 2014. En toen bij de eerste afspraak zijn we ook gaan brainstormen van hoe kunnen we dat dan met de foto's ook mooi aankleden. Dat we het boek daarmee vullen ook. En toen zijn we eigenlijk op dat portrettenproject terechtgekomen. Ja. Dus een soortgelijk iets had ik al eerder gedaan, maar we vonden het eigenlijk ook wel heel goed passen voor in het boek. Dus vandaar dat we, ja, dat we daarvoor gekozen hebben. Nou, ik vond het heel erg fijn samenwerken, want ja. We hadden allebei onze ideeën en die hebben toch tot één iets gevormd, zeg maar. En ik heb dan eigenlijk alleen de foto's gemaakt, dus de rest van de credits gaat dan wel naar Esther, hoor. Maar ik vond het een hele prettige samenwerking. Gewoon snel reageren op elkaar. Ja. En, ik vond het ook heel fijn, want eigenlijk kun je dit ook niet alleen doen, want de ene moet de foto's maken en de andere moet mensen rondselen eigenlijk op de straat. Dus ik vroeg de hele tijd van wil je op de foto en kom eens hier, ga eens even mee op de foto. En Laura maakt dan de foto's, dus je moet eigenlijk dit wel met meerdere personen ook Het kan niet doen. Alleen. Nee. We zouden dat niet alleen kunnen doen. Dus het is wel fijn dat we elkaar daarin in hadden. Ja. Ja, wel van dat mensen nieuwsgierig zijn hoe het boek wordt, maar ik denk dan van kom 27 september naar het cultuurnieuws. De 27e, ja, je noemde het net zo, Laura. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, dan wordt door Hans Keuper het eerste exemplaar van het boek overhandigd. Mijn fototentoonstelling wordt dan geopend. Alles anders en de Beatlefabriek die zorgen voor de muziek. En we hebben een hapje en een drankje, zelfgemaakte cake, heel belangrijk. En het wordt gewoon een gezellige middag. En ook wordt het culturele seizoen van het cultuurhuis geopend. En dan kunnen mensen ook een rondleiding krijgen door het cultuurhuis. En ook Roel Walta is er nog. Dat is kunstenaar in Dinxperlo. En die verkoopt allemaal kleine tegeltjes die samen één grote schilderij vormen. Dus eigenlijk is er genoeg te doen. Maar ik denk dat het belangrijkste vooral is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat ze kunnen kijken van hoe het boek geworden is en hoe ze zelf aan de muur hangen. Of dat ze kijken van, en daar zat die op de muur en heb je die al gezien. Gewoon dat ze langs de tentoonstelling lopen en door het boek bladeren. En dat het cultuurhuis, het nieuwe verbouwde cultuurhuis, dat dat een ontmoetingsplek is voor Dinxperlo'ers. Dat je daar zo een kopje koffie kan gaan drinken zonder dat je een activiteit hoeft te doen. Dat het een gezellige ontmoetingsplek wordt. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja, eigenlijk kan ik nauwelijks door Dinxperlo lopen of iemand spreekt mij al aan van hoe is het met het boek? En ik kan dan nu zeggen dat het boek werkelijk verschenen is en ik heb het al in huis liggen. En wie wil weten hoe het geworden is, die moet gewoon de 27e komen om te kijken. Ja. Hier is hij dan. Dat is mooi geworden. Wat ik zo leuk vind is dat echt iedereen staat leuk op de foto. Er is niemand waarvan je zegt, nou, die staat er niet zo goed op of zo. Maar ja, iedereen staat heel herkenbaar op. Ja, leuk. Echt mooi. Ja, en ik denk ook dat je nog wat meer over de inwoners van Dinxperlo te weten komt. Want ik heb
best wel veel mensen geïnterviewd. En ik ken best wel veel Dinxperlo zelf, maar als je dan die interviews leest of wat ik dan, als ik ze dan hoor, dan denk ik van, oh, dat wist ik nog helemaal niet dat die persoon dat heeft gedaan. Of uitspraken die iemand doet. Ja, gewoon, je leert de mensen, de andere inwoners, beter kennen. Dus. Ben je trots als je zo het boek in handen hebt, Esther? Jawel. Ja, gewoon ja. Ja, oké. Ik bedoel, je hebt er zo hard voor gewerkt. Ja. Je hebt er zoveel voor gedaan. Ja, ik vind het wel mooi geworden. Ja. Wat kost die? €17,50. En op 27 september is die te koop voor €15. Ah, de aanbiedingsprijs. Dus, ja. En mensen die hem in de voorverkoop hebben besteld, die kunnen hem ook voor €15 krijgen. Maar die mensen die weten dat al. Hartstikke goed. Ja. Nou, breng nog even goed in beeld. Onze kijkers dat goed kunnen zien. Fantastisch. Esther, op de voorkant staat een foto hier van de aanstrang. Dus we staan nu bij de aanstrang. Ja, klopt. Hoe kom je daar zo op? Ja, ik had verschillende foto's gemaakt van het kleinste kerkje, van de strang. Van wat ik dacht, dat zijn een beetje typisch Dinxperlose plekken. En ja, ik vond deze eigenlijk de mooiste voor op de voorkant. Degene die het ontwerp voor het boek heeft gemaakt, die had mij gezegd van de kleuren groen en blauw passen goed bij Dinxperlo. Een beetje landelijke kleuren. We staan hier bij de Rietstap, een heel belangrijk punt van Dinxperlo. Waarom heeft dat de voorpagina gehaald? Ja, ik denk dat als je mensen vraagt van wat is Dinxperlo, dan krijg je de VVNF-tent, Koningsdag, de Strang, het kleinste kerkje van Nederland, de grens. En ik had een beetje bedacht welke dingen zijn dus echt typisch Dinxperlo. En dat is dus onder andere het kerkje, het kleinste kerkje van Nederland. Hoe groot is je kunstwerk geworden? 2 bij 2 meter. 2 bij 2 meter? Ja. Zo. En hoeveel staan erop dan? De 300 mensen die ook in het boek staan. Oh, alle 300? Ja, iedereen staat erop. Kunnen ze het eventueel na afloop van de tentoonstelling mee naar huis nemen of zo? Of een stukje Dinxperlo? Nee, het kunstwerk blijft in het cultuurhuis. En de mensen kunnen niet de foto's meenemen, dat gaat helaas niet. Dus ze kunnen wel het boek kopen waar ze in staan.